Het zijn van die tegeltjeswijsheden, maar soms zijn die gewoon heel erg waar. Ze zijn het cement van onze samenleving. Ze zorgen ervoor dat de stad een leukere stad is, dat er heel veel dingen gebeuren. Voor de laatste keer in haar rol van wethouder maakte Marleen Dame zaterdag bekend wie dit jaar zijn uitgeroepen tot de Leidse Vrijwilligers van het jaar. De toekomstprijs voor de vrijwilliger jonger dan 25 gaat naar Vera Staal. Staal verzorgt leeftijdsgenoten in jongerenhospice Xenia. Soms kan het best wel lastig zijn, maar je haalt er ook heel veel voldoening uit. En je gaat je eigen leven ook heel erg waarderen dat je ziet, het kan ook anders. En ik merk dat ik ook heel veel raakvlakken heb met de jongeren die daar liggen. En dat dat voor hun ook wel iets fijns is, dat er iemand is die van hun leeftijd is. En dat ik merk dat ze dat heel prettig vinden. Ik vind het vooral fijn dat ik genomineerd ben en nu dan ook heb gewonnen, zodat Xenia de aandacht krijgt die ze verdienen. Want het is echt gewoon zo'n mooie organisatie. En die mensen die dat organiseren, daar hebben zo'n goed hart allemaal. En ik vind het fijn dat ik nu via dit de aandacht voor hun wat meer in de picture kan krijgen. Dus dat vind ik heel fijn. De Stichting Voedselbank krijgt de organisatieprijs vanwege het uitgebreide begeleidingstraject dat ze haar vrijwilligers biedt. Ja, het belangrijkste is natuurlijk wat onze vrijwilligers voor onze klanten doen. Maar wij doen als bestuur natuurlijk ook het nodige voor onze eigen vrijwilligers. Ja, denk aan, we hebben 1-op-1 gesprekken met elke vrijwilliger elk jaar. We hebben 2 keer per week, wanneer we de uitdeeldagen hebben, hebben we een soort, noemen we ochtendgebed, waarbij we allerlei informatie met elkaar uitwisselen. Nieuwsflits, 2 keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst. Nou ja, noem maar op. Uit handen van de wethouder ontvangt Wieske van de Nieuwe Dijk de prijs voor vrijwilliger van het jaar. De winnares, die vrijwilligerswerk doet bij het kringloopproject in Leiden, reageert bescheiden. Dit had ik helemaal niet verwacht, want we hebben zoveel vrijwilligers die dit ook verdienen. Is deze een beetje voor alle vrijwilligers van kringloop? Jazeker, dit is echt voor alle vrijwilligers en vooral de vrijwilligers die er al vrij lang zijn. Maar ook zeg maar voor diegene, dat is mijn begeleidster, die toch moet zorgen dat er genoeg vrijwilligers zijn om het draaiende te houden. Want wij zijn een kringloop die alleen maar uit vrijwilligers bestaan. En wij kunnen net als, we hebben best wel veel concurrentie natuurlijk gekregen de laatste jaren. En Wij hebben natuurlijk geen geld voor een vrachtwagen of om goed op te halen. Dus wij moeten het echt van de mensen hebben die het komen brengen. En of de wethouder na de verkiezingen zelf aan de slag gaat als vrijwilliger? Straks heb ik meer tijd, want niet bij iedere avond raad of commissie. En dit is geen sollicitatie, want ik vind het ook heerlijk om even de boel te laten leiden. Maar super belangrijk en ben ik altijd voorin.